Nu duurzame elektriciteit blijvend goedkoper wordt dan die opgewekt met fossiele brandstoffen, ligt de aandacht meer en meer op het oplossen van pieken en dalen in de elektriciteitsvoorziening. In Utrecht, in de wijk Lombok, denkt Robin Berg daar een oplossing voor te hebben. Hij wil de batterijen van de elektrische auto's in de wijk inzetten om de goedkope zonnestroom van alle zonnepanelen in op te slaan. Om die vervolgens in de huizen van de wijk te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt. Ons plan is om zoveel mogelijk met eigen zonne-energie en elektrische auto's de eigen stroomvoorziening te doen. Dus overdag schijnt de zon, slaat het op in de batterijen van die auto's. En de eindgebruikers van die auto's geven aan hoeveel ze moeten rijden. Dus dat deel komen we niet aan. En de rest van de batterij gebruiken we om de energie in de wijk terug te leveren. En je ziet eigenlijk dat die auto's steeds grotere batterijen krijgen. De actieradius gaat nu van 100 naar 200, middenkort naar 300 kilometer. Je hebt ook auto's 400, 500 kilometer actieradius. Die batterijen zijn zo groot, daar kun je een huis in Nederland 2 weken mee van stroom voorzien. En die zijn zo groot dat je hem niet meer helemaal gebruikt voor je ritten. Dus eigenlijk hou je zeg maar een helft tot 2/3 van je batterij over waar je andere dingen mee kan doen. Nou, als je dat combineert, dan denk je van ja, het is logisch. Ik heb overdag zonne-energie en die sla ik op mijn auto. Ik rijd ermee, maar dan hou ik over. En dat stukje gebruik ik om 's avonds mijn huis mee van stroom te voorzien. En sterker nog, ook de buurman en de buurman ernaast. Nou, zo krijg je eigenlijk een wijkenergiesysteem die voor een groot deel de eigen energievoorziening doet. Maar uiteindelijk wordt dit wel de basis van je energiesysteem. En niet meer die kolencentrale die op de Maasvlakte staat. Maar gewoon eigen opwerking en opslag. Dit nieuwe energiesysteem in Utrecht is een Europese primeur. Het project is nu nog in de startfase. Wat begint met 20 laadpalen zal snel doorgroeien naar een systeem voor 200 auto's. En het systeem zal alleen maar beter werken als het nog groter wordt.